Hoi allemaal, fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Welkom op mijn tweede YouTube kanaal. Alsnog een gelukkig nieuwjaar. All the best in 2018. Laten we samen een heel leuk jaar ervan maken. In deze video ga ik mijn hype-off routine met jullie delen. Ik leg de nadruk op mijn routine, omdat ik jullie niet het idee wil geven dat het zo gedaan moet worden, of dat wat jij doet verkeerd is. Ik draag gewoonlijk twee soorten puffs. Eén met gestretch haar, waar ik mijn haar zoveel mogelijk laat stretchen. En één met ingekrompen haar, waar ik hem dan ga stampen in een soort van afro puff. Ik begin hier met vier vlechtjes, zodat mijn haar een beetje gestretched is, zoals ik jullie al zei. Ik was de dag ervoor had ik een twist out en dan heb ik hem nat gemaakt en dan heb ik vier vlechten gemaakt om vandaag een hype off te maken. Ik ga eerst met mijn handen strijken over mijn haar in de richting waar mijn puff gaat komen. Dat doe ik als eerst. Daarna ga ik met water spuiten om dat haar wat flexibeler te maken, zodat het mee kan gaan, zodat het wat zachter kan worden. En dan ga ik hem borstelen en dan kies ik een gel. Ik heb drie soorten gel. Ik heb die Black Castoral Gel van Eco Styler. Ik heb die Styling Snot van Cream of Nature. En ik heb die Gorilla Snot. Die Gorilla Snot en die Styling Snot van Cream of Nature zijn heel sterk. Dus vandaag ga ik gewoon die Black Castoral van Eco Styler gebruiken. Om jullie te wezen hoe ik mijn hype off doe. Ik gebruik een reepje stretchmateriaal om mijn puff te maken en dat haal ik meestal van een oude legging. Ik krijg zo ook zelf de gelegenheid om te bepalen hoe slap of hoe strak ik hem wil. Want als ik hem te strak doe, krijg ik hoofdpijn en geen enkele haarstijl is dat waard. Ik gebruik dan een sjaal om alles netjes op zijn plaats te krijgen. Baby, that's your brown skin. You should let me drown in. Let me hold you down in. Hey, melanin is how you made. Bright skin, light skin, you come in every shade. Girl, everybody knows from your head to your toes. Even how you wear your clothes, how you look and how you pose. You divine, girl, elegant. Oh, you must be heaven sent. You should run for president. Girl, you know it's evident. Let's look at the evidence. Girl, you are a queen. It's all in your bloodstream, so you know you're royalty. Oké, nu ga ik jullie mijn tweede hype off wezen. Dat is die afro puff. Ik ga hem eerst spritsen met water, zodat hij gaat uitzetten. En dan ga ik shea butter smeren in mijn handen en mijn haar ermee masseren. Zodat mijn krullen in elkaar gaan zakken. Zodat mijn haar gaat inkrimpen en alles strak wordt tot een afro puff. Ik
trees using a relaxer. Even to my lot queens, oh, you give me lot dreams wrapped up wild. Oh, even when you braid it, when I hold your hand, girl, I feel like we made it. When I hold your hand, girl, Wanneer ik s'avonds met de hype of over straat ga, gebruik ik meestal wat haar accessoires om hem op te fleuren. Zo, dat was het voor mijn hype over Retina. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Laat ook een reactie achter. Volg me ook op social media. Instagram, Facebook, Snapchat. De Boel. En we blijven in contact. Doei doei.